val bij u binnen met een gedicht dat wel schokkend kan zijn. Er was een jonge jongen in het water geraakt, met zijn fiets op weg naar een zaterdagbaantje. Men vond zijn boterhamdoosje eerder dan hem. Een noodlottig ongeval. Er kwam een witte bloemenkrans op de oever. Een kwetsbare bedmonument. En dicht bij de randplek naast een transformatorhuisje een klein gipsen beeldje van Maria. Niemand weet wie het plaatste. Ik kreeg er een foto van. Het moet mededogen, machtsloos, meelevend, mededogen zijn geweest. Mededogen is hier verschenen. Deze zesde keer dat ik bij u mag zijn, dit verhaal. Men zegt wel eens dat geen mens boven zijn krachten wordt beproefd. Ik weet het niet. Een mens kan wel aan het einde van zijn krachten komen en zwaar beproefd worden. Misschien kun je het soms alleen dragen en verdragen, als je het niet alleen hoeft te dragen. Het is soms wel heel veel in een mensenleven. Soms klap na klap. Waar en bij wie en bij wat vind je dan steun? Zonder mijn geloof had ik het niet gered, heb ik horen zeggen. Maar ook, kom er niet met God aan. Van iedereen en alles verlaten voelen. De foto die ik gestuurd kreeg is van iemand die ook veel klappen heeft gekend. Hij is niet zo prater, maar ik weet dat hij veel voor andere mensen betekent. Het is geen praatjesmaker. Mensen die zelf diep leed kennen, worden soms stille steuners van anderen. Wie het kan, mag daar in het gelaat van Christus zien. Vaak komt uit onverwachte hoek steun, zoals in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Iemand gaf mij een bronzen beeldje dat nu naast mij staat. Het gaat er niet om of je christen bent of moslim of humanist of niets, maar ben je barmhartig voor de mens, neergeslagen op de levensweg. Vrienden kunnen een steun zijn, mensen die kunnen luisteren, maar ook rituelen, zoals gaan naar het graf of de zorg voor een bedmonument. Er zijn er de laatste jaren steeds meer van bijgekomen. Ik sta er altijd bij stil als ik langsloop, lees wat er staat, kijk naar wat er te zien is, of als ik in een auto zit en ik zie er een, dan noem ik het. Kijk, daar, een bergmonument. Soms nog vers. Veel mensen dragen een medaillon met wat as. Of hebben een ring laten omsmeden. En weer anderen dragen een tatoeage. Ook de kalender thuis kan als gedenkkalender een troost zijn. Geen namen doorstrepen, maar een naam erbij, zoals al eerder gezegd. Steun kan gevonden worden bij lotgenoten, wat ik geen mooi woord vind,
Lotgenoten kunnen bondgenoten worden. Praten, en niet altijd alleen maar over het gemis, maar ook over de dagelijkse dingen of samen wandelen. Er zijn veel mensen die steun vinden in puzzelen. Het leidt af en het brengt rust, zei mijn overleden broer. Steun is niet opzienbarend, maar eerder eenvoudig. Ik zou ook een litanie van wat stoort kunnen maken. Vaak begint die met je moet. Een ander weet dan wat goed voor jou is. Ik moest mezelf weer uitvinden, zei iemand. En iemand die na een zeer drukke baan met werk stopte, vertelde: ik had veel moeite met het vinden van een nieuw ritme. Soms komt alles tegelijk. Je werk stopt, je dochter overlijdt onverwacht en je krijgt oogproblemen die het onmogelijk maken het vrijwilligerswerk dat je wilde gaan doen, ook te gaan doen. Stapeling van verlies. Het gebouw van je leven stort als bij een aardbeving in. En dan ook nog in coronatijd, als gezelschap ontraden wordt. Wie is God dan? Heb ik mij in God vergist? Is hij eerder een machteloze dan een almachtige, zoals ik altijd geloofde? Ik liep meer dan een uur met hem langs de rivier. En er kwamen machtige schepen voorbij. Maar in de haven lagen ook kleine, kwetsbare woonbootjes. En veranderde zoveel in zijn leven. Hij zocht nieuw houvast. Tot slot een vraag. Bij wie of bij wat vindt u steun? Tot de volgende en de laatste keer.